De grenzen van de verzorgingsstaat zijn bereikt. Het is in zijn omvang duur aan het worden. En dramatisch aan de onderkant van de samenleving. Dus voor mensen die het eigenlijk het echt nodig hebben, werkt het systeem steeds minder goed. We staan op het punt van 3 decentralisaties. Welk probleem gaan wij nu met deze operatie oplossen? Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat is een drijvende kracht waarin mensen eigenlijk het vermogen hebben om veel meer zelf te kunnen doen. Waar is de overheid eigenlijk nog van?